Hey mensen, je kijkt naar Spooky 611. Geef kort. Welkom inderdaad. We doen co-op Master League Rayo Vallecano en we gaan tegen Alaves spelen. En het wordt heel interessant tegen Alaves. Want we hebben iemand die in superform is. Oftewel, die wordt weer echt een hele chunk aan beter. En, dat en is hij deze is al guy. Bijna 75 overal. En hij is nog maar, hij is nog maar 19. Hij is 19 jaar. Nou, op zich 73 overal, 19 vergeleken al die andere jonkies. Dat valt wel mee natuurlijk. Dat is wel nog wat laag. Die doen niks en jij doet al wat, weet je wel? Ja, dat is wel zo. En Werdek is nu 18 jaar, dus een jaar jonger. En nou ja, dat is wel qua overall dat is vrijwel hetzelfde. In de zin van deze stats en die stats. Dat is vrijwel hetzelfde. Alleen de overall voor een winger wordt bedacht uit... Ja, wat zou het zijn? Uit speed, explosive power. Ik denk ook uit dribbling. Ja. En omdat de dribbling iets lager is in balcontrol bijvoorbeeld, dan, ja, dan valt het mee. Maar je mocht wel een hele mooie finishing hebben, of vet goede lofted pass. En alleen die overal wordt soms op een hele rare manier berekend. Mijn hexagon lijkt op een huisje die ingezakt is door een aardbeving. Dus dat klopt helemaal. Die Boadu en Nienkamp hadden de hele tijd dezelfde hexagon, maar nu heeft Nienkamp de fysiek ineens wat meer. Maar die hadden echt precies hetzelfde. Alleen de fysiek verandert nu. Maar we moeten even wat doen in de verdediging. Ja, plus iedereen is wat moe, maar dat wordt dan een mogelijke Matthijs de Ligt. Ja, nee, het moet wel. Nee, het wordt Fuent Salida, die kan daar ook. Oké. Voor de trolls, nee. Ja, die kerel kan er spelen, echt waar. Hij kan op CB. Ja, hij kan inderdaad, maar... Maar ik denk niet dat hij heel handig is met zijn 1,71. Hij kan ook gewoon als DMF spelen trouwens, zie je dat? Gewoon DMF, LMF, perfect toch? Wat een guy. Dat is echt wel heel cool. Süle is best wel vermoeid, gewoon op de helft, maar hierna heeft hij rust. Behalve als hij natuurlijk met Duitse elftal mee moet, dan zal hij nog meer vermoeid worden. Maar die hebben we nodig. En Garbaggio is veel belangrijker dan je denkt, de laatste wedstrijden. Die zit er zo vaak tussen. Ja, die wint heel veel. Die wint veel ballen, maar die weet ook goed mee aan te vallen. Goede paasjes af te leveren. En die is echt... Schieten. Maar... Dat ook. Maar hij is ook in zekere zin een beetje verborgen, zeg maar. Zo van... Omdat hij niet zoveel speciaals doet, merk je er ook niet superveel van. Maar als je echt goed erop let hoe vaak hij tussen zit de laatste wedstrijden, dat was wel een goede AMF. Nienkamp is een supervorm, dus die wordt even uitvergroot. Als hij dus heel goed zou spelen, gaan die stats alleen maar hoger. Dan zie je de constant balcontrol omhoog, dit omhoog, dat omhoog, zus omhoog. En dan... je weet dat die druk nu op hem staat. Ja, die druk staat op hem. En dat maakt het alleen maar moeilijker. Ik denk dat het die doelpunten zijn geweest die dat hebben getriggerd. Ik denk het ook. We gaan weer verder. We gaan weer door. Het is een redelijk elftal. Alaves speelt wel met twee aanvallers. Dus ze spelen verdedigend. En hier hebben we al Niklas Süle. Boadu, kan hij hem naar Werdekker doen? Dat kan hij niet. En dan is daar Taider die er bijna niet komt. Oeh, ze spelen nu wel even met heel veel mensen daar in de aanval. Hier is Alfonso. Widmer komt er een soort van tussen. Genoeg komt hij ertussen. Dan hebben we Garbaggio. Garbaggio met een lange bal daar. Oeh. Oh. Daar had Boadu bij kunnen zitten. Oh, Matthijs de Ligt, wat doet hij? Hij gaat weer met... Dat snap ik even niet. Serieus. Even intertechnologie. Matthijs de Ligt. En jij was hem al niet meer. Die gaat uit automatisme. Kijk, dan loopt hij zo. Gaat hij dit doen? Hij zet zijn rug ernaartoe. En hij gaat naar achteren kijken. En dan gaat hij de hele tijd zo met zijn rug naar achteren kijken. En dan denkt hij, waar is de bal? Waarom draai je niet 180 graden? Wat doet hij daar? Dat doet hij de hele tijd. De hele tijd gaat hij zijn rug naar de verdediger doen. Is dat een nieuwe techniek die we in Nederland leren of zo? Oh, Süle komt daar niet tussen. En dat is bijna een goal. Dat is een goal. Daar ging het even niet goed voor Rayo Vallecano. En dat was allemaal even uit positie. En dan zit Lucas er ook net niet bij. Dan zit Jensen er met zijn handje bij. En gaat hij net via de paal erin. Dus Alaves is daar heel goed bezig. Maar valt ook meteen heel agressief aan. Ze staan ook gewoon op aanvallend om te spelen. Lucas weet hem niet verder te pasen. Hier is Duarte. Ruben Duarte.
Alfonso naar Bojan. Bojan is natuurlijk heel sterk. Dikke bal van Süle. Zo! Dat was wel echt een strakke. Alleen ja, naar Werdek is niet zo slim. Daar komt weer Garbaggio tussen. Die dan maar het verdedigen oplost. Ja, we hebben Matthijs de Ligt er nu in. En dan weet je dat het moeilijk wordt in de defense. Weer een moeilijk balletje van Scholes. Maar Garbaggio komt er weer tussen. Hoe amazing is dat? Nien Kemper naar Boadu. Oeh, Boadu net even te traag balletje naar Werdekker. Het gaat nu niet vloeiend. Nope. En ik hoorde dat de Ligt er weer staat. Daar is een goal van Hector Jezus. Perez. Give us a fucking break, dude. Ja, slecht verdedigd hier. Oh. Veel ruimte voor deze kleine man. Lucas kan niet eens hem bijhouden. En ja, dan is hij in zijn eentje weg. Lucas hoorde hem daar bij te houden. Verdediging staat nu totaal niet meer. Gewoon. Is gewoon helemaal weg. Eén grote gatenkaas. Garbaggio naar Boadu. Boadu naar Werdekker. Werdekker. Probeer maar wat. Oeh, Garbaggio, die kan dat. Ja, die wint dat wel. Nien Kemper naar Boadu, maar daar is geen ruimte. En hier hebben we die Bojan weer. Dat kleine ventje. Excuses dus, het was Bojan die scoorde. En Bojan mag daar weer vrij staan. Ze hebben een hele grote frontlinie. Ze willen zo aanvallend mogelijk spelen bij Alaves. En dat is een beetje moeilijk als je Matthijs de Ligt erin hebt. Matthijs de Ligt staat ook niet op CB op dit moment. Oh, en daar is weer een goal. Bijna wel. Slecht, slecht, slecht van Rayo Vallecano. Die zijn er even helemaal doorheen. Boadu heeft hem. Boadu. Oeh, paaste recht op de verdediger. Die Boadu. Zo. Die heeft al nou flink wat slechte dingen in huis. Ja, goede pressuring van Lukaku. Eindelijk weer wat pressuring. In plaats van dat achterliggende gebeuren. Hier is Scholes die je bijna niet goed mee kan krijgen door Boadu. En dan is dat een cornertje. Gele kaart voor Lucassen. Die dus. Die is dan geschorst voor de volgende. Ja, mogelijk wel, ja. Dat was een overtreding die misschien wat onnodig was. Het is weer Süle tijd. Kan Süle hem daar pakken? Dat kan hij net niet. Hij loopt de verkeerde kant op die Süle. En daar hebben we Nienkemper. Alleen die paast hem ook. Süle gaat net naar achter. Richting de guy. What? Oh my god. Er gebeurt iets met Discord. Oeps. Oh, daar is Werdekker. Alleen die weet hem ook niet te krijgen. Heel agressief spel van Alaves. Hoe lang kunnen ze dat volhouden is alleen de vraag. Bojan is in ieder geval een dribbelaartje van de hoogste klasse. En Matthijs de Ligt die kan het allemaal niet bijhouden. Lukaku gaat er zelfs achter staan. En Jensen die kan nu even dat balletje meenemen en meegeven aan Lukaku. Maar Lukaku die neemt hem helemaal verkeerd aan. Die neemt hem de verkeerde kant aan. En ja, daar staat iemand. En Süle die moet nu oppassen. Gelukkig dat hij hem niet terugpaste naar de keeper. Want de keeper kwam ook uit. En het is allemaal totale destruction wat hier uitgericht wordt door Alaves. Want Süle had hem zo in zijn eigen goal gedaan. Garbaggio lijkt wel een van de enige guys die wat doet. Nienkemper, mooi balletje naar Werdekker. Werdekker. Voorzetje, Boadu! Oh, net langs. Was natuurlijk wel van heel ver weg, maar Boadu kopte hem heerlijk in de hoek. Eerste balletje van Inkemper, dan hebben we daar Werdekker. Werdekker die goed kijkt, je ziet hem even kijken. Geeft het voorzetje op maat en dan gaat hij net langs het goal. Ja, en daar koop je niks voor. Daar kopen we helemaal niks voor. De pass completion rate is maar 66%. Heel veel paasjes komen niet aan. En ook niet van Paul Scholes. Boadu probeert hem naar Nienkemper te doen. Oh. Wat gebeurt hier? Wow, yo, pinbal. Kopballen, Festijn. Die hebben veel voetvolley gedaan, volgens mij. Wordt nog steeds slecht verdedigd qua linies. En zelfs wordt daar nog een voordeel gegeven.
But why? Lucasse. Oh, gaat hij weer boos doen. Uh-oh. Lucas zegt, oké, sorry. Ik heb geel, maar sorry. Niet mij eruit sturen. En Lucas wordt er niet uitgestuurd. Lucas is wel degene die het vaakst probleem heeft met... Ja, nou, dat zit wel een gevaartje aan. Bojan die rustig kijkt, maar... Maar hij had altijd zijn hoofd koel. Dat wel. En wie weet ziet de scheidsrechter dat ook. Nien Kemper die hem ook in de man past. Dat is een recurring thema en oef. Wie weet en dat... En nog zelfs een corner en de scheid fluit niet eens af. Nee, die corner wordt nog even gegeven. Matthijs de Ligt staat hier dan. Matthijs de Ligt moet hem wegkoppen. Doet dat niet. Staat daar gewoon als een fucking niks net. Nou, die moet er echt uit hoor. Waarom hebben we dat niet allemaal verkocht? Ja, hij wou niet. Moet er nog een half die jaar. Die wil hem hebben. Met zo'n guy. Oh, ik denk dat Florence Lieden nog beter verdedigt dan ja, maar Lucas kunnen we ook weer in de verdediging stoppen. Oh, Fran kunnen we weer in. En dan kan Fran wel, Tran kan daar. En die is in vorm. En dan doen we Scholes wat defensiever. Prima. Dan maar weer met Lucas erbij. Die wel geel heeft. En in de verdediging nu staat. Maar wie weet dat dit alles verbetert. Lekkere wedstrijd ook voor Nien Kemper om in supervorm te zijn. Nee. Hier, Boadu kan hier door. Dat kan niet. Werdekker kan hem niet pasen. Maar hier is Boadu. Die kan, moet hem erin knallen. Hij doet het niet. Huh? Hij knalde, dat niet. Hij knalde dat... gewoon niet. What the fuck? What the fuck? Knalde jij wel? Of deed je gewoon niet knallen? Ik knalde. Maar het gebeurde niet. En ja, wat moet ik dan? Ik dacht, ik ga me proberen... hij probeerde hem nog te tacklen of geen idee. Hij probeert het tegen te houden. Ik denk, nou, open op goal. Hij knalt hem er even in, maar hij deed echt gewoon helemaal niks. What the fuck? Dat was creepy. Boadu doet er Matthijs de Lichtje. Daar is de voorzet. Paul Scholes. Oh, jezus. Ja, daar, zo kennen we Scholes. Die doet onder zijn kwaliteiten. We hadden de hoofdprijs ervoor kunnen vangen, maar hebben we niet voor gekozen. Dat bedrag gaan we nooit meer krijgen. Of het moet over een half jaar gebeuren. Lukaku met een vroege voorzet. Just to try, want iedereen staat vast gewoon. Ze staan super verdedigend bij Alaves. Lucas komt daar een soort van bij. Lukt hem niet echt om hem naar voren te beuken. Staat ook echt niet iemand die hem kan supporten. En dan hebben we hier Boadu, die hem bijna naar Nien Kemper wist te krijgen. Daar komt de balletje naar Smith. Wat een snelle guy is, die hem voor wil geven, maar Süle zit erbij. Dat is daar eigenlijk een kans, maar ook weer niet echt een kans. Het viel allemaal wel mee. Fran Beltran neemt hem ook verkeerd aan. We don't got this at the moment. Op dit moment is Rayo Vallecano... slecht bezig. Het gaat vooral fout in de defensie. Oh. Zo. Ja, dat is ook wel meegeschot. Het gaat ook heel erg fout in de passing. Wel goede aanvallen van Alaves. Heel gestroomlijnd. Veel middenvelders mee. Veel op de flank gaan mee. En Alaves die staat verdiend op voorsprong. Garbaggio zit goed dwars. Widmer zit goed dwars. Werdekker is daar dan. En Boadu probeert nu door te lopen. Komt hij daartussendoor? Net niet. Oh, maar dat is wel heel dichtbij. Alleen de keeper is daar op tijd bij. Nog even een doorsliding van Boadu. Die gaat naar boven. Kan Werdekker daar op tijd bij? Nee, dat kan niet. Hij gaat weer terug naar de keeper. De keeper heeft hem weer in zijn hand. Oh, sneaky. Wat gaat ze nu doen? Ja, wat gaat die keeper doen? Hoeveel mensen staan er voorin bij Alaves trouwens? What the fuck? Ja, dat zijn bijna allemaal. Ja, bijna allemaal. Ik heb het gevoel dat hun met 13 man zijn. Kan Nien Kemper daar storen? Ja, dat kan hij. En scoort hij. Nee! Oh, ik telde hem. Oh my god. Nien Kemper die heel slim de interceptie aan het lezen was. Of meer de terugspeelkopbal aan het lezen was. Want hij liep daar al naartoe. Je ziet het hier. Hij loopt er al naartoe, de tussendoor. Oh my god.
En dan schiet je met zijn verkeerde been. En dit is hoe eigenlijk die goal van gisteren had gemoeten. Of was het eergisteren? Nou, volgens mij gisteren. Die had eigenlijk zo misgemoeten. En daarom was het extra knap, die volley met links. Maar dit was ook een volley met links. En die is wat minder raak. Er is geen connectie met de aanval op dit moment. Dus kopballen worden meteen ingeleverd door Alaves. En vandaar dat je constant er tegen beukt. En dan zit het middenveld ook nog eens niet ertussen aan het pressuren. En dan krijg je weer een doelpunt. Jensen. Dat liep zich ook helemaal uit op nog een doelpunt. Want het gaat al mis op het middenveld met het pressuren. Alaves heeft een gouden formatie tegen de formatie van Rayo Vallecano. Fran Beltran naar Boadu. Nee. Maar daar is geen ruimte. Beetje op de gok dan maar. Ja, dat is inderdaad altijd een nadeel bij dat soort dingen. De passie ging al inaccuraat, terwijl je het probeert. Maar omdat je eigenlijk geen ruimte hebt en zo ver als dat, moet je ook nog eens gaan gokken. Dus dan blijven die inaccurate passies erin voor de rest van de wedstrijd. Süle maakt er een corner van. Süle weet wel te storen, maar inderdaad is het een corner. Goed van Süle. Goed van Werdecker. En Inkemper is erbij. Boadu staat vrij. Nu niet meer. Ja, nu niet meer. Ja, te laat. Hij stond de hele tijd goed binnenspel, Boadu. Maar Werdecker, die ziet het ook niet meer. Die gaat zijn frustraties uit op de keeper. Tja, ook nog eens. Dan gaat ook alles fout en elke kans. Werdecker die nu geen ruimte meer heeft. Bojan met een hoog balletje, maar wel heel erg gehaast. Alleen weer inleveren naar Alaves, omdat zij gewoon slimmer daar staan. En actievere spelers hebben. En dan hebben we Jensen nu met een uittrap. Werdecker dan dit keer. Krijgt hij naar Boadu? Ja, dat krijgt hij. Die komt naar Nienkamp, maar hij is wel heel scherp van Boadu. Die geen enkele goede paas heeft afgeleverd, dit potje. Nee. Inderdaad. Ja, nou, het valt nu niet meer echt te wisselen. Dat was al het einde. Oeh, daar zit Garbaggio wel weer goed tussen. Die zit wel de hele wedstrijd weer er goed tussendoor. Dat lijkt wel de enige guy die daar wat kan. Nou wordt er weer doorgepaast naar een linksback Lukaku, waar geen ruimte is, omdat ze daar staan. Dus dan zit je constant weer de achteraan te zoeken. Taider naar Ibai Gomez. Alleen daar wordt even goed door Whitmer tussen gezeten. Zo. En Werdek mag er nog even uit. Alleen het is al de 90ste minuut, dus raakt hij nog een bal aan. Wetje opleggen. Hij raakt de bal aan. Het was na het fluitsignaal, helaas. Oh. Hij floot echt net. dat was echt droog. Perez krijgt een 7. Nienkerpen krijgt zelfs een 5. Die krijgt gewoon het laagste van het laagste voor de supervorm. Fran Beltran krijgt ook een 5. Maar dan heb je soms dat het niet doorgaat. Dan heb je soms dat het gewoon nu gecanceld wordt meteen. Dat hoop ik niet hoor. Want dat zou echt zuur zijn. Dat zou zuur zijn, maar ook wel weer logisch. We staan op Europa League op dit moment. Nienkemper die kan alleen iets betere strength op de bal. En het kan zijn dat zijn superform nu al is afgelopen. Omdat hij niet meer een superform is. Als je een 5 haalt, dan ben je niet meer een superform. Maar op dit moment, misschien omdat het echt de eerste partij is, is dat nog niet het geval. Omdat er nu pas wordt gementiond dat hij in superform is. En dan zullen we ook meteen even kijken. En dan zien we inderdaad dat hij even in superform blijft. Lucas had alleen echt een super slechte wedstrijd. Die bleef maar ballen van zich af knallen. Aannames kwamen niet goed aan enzovoort. Rayo Vallecano op dit moment op plek nummer 5. Gelijk met Valencia Club de Voetbal. En Süle die kijkt er heel erg naar uit. Dat kan je ook wel zien aan zijn gezicht. Ja!